Welkom bij de podcast Wie is de Narcist? Allereerst hartelijk welkom, ook als dit de eerste keer is dat je meeluistert. Dit kanaal is gewijd aan narcisme. En in de podcast van vandaag gaan we het hebben over de narcistische grootmoeder, de narcistische oma, hoe zij haar kleine kinderen schade kan berokkenen en hoe ze dit doet. Nou, we weten in, een, in sprookjes is een grootmoeder een warm... Dat fungeert als mentor voor haar kleinkinderen. Ze is een weldoenster, vol wijsheid en vriendelijkheid. Denk in sprookjes aan een vee moeder. Maar wat als de grootmoeder van je kinderen meer op de heks uit Hans en Grietje lijkt. Het kan zijn dat je te maken hebt met een moeilijke persoon of een narcistische grootmoeder, die een giftige aanwezigheid is geworden. In je leven en nu ook in het leven van jouw kinderen. In deze podcast gaan we het hebben over hoe je een narcistische grootmoeder herkent. De specifieke manieren waarop ze je kinderen schade kan berokkenen of pijn kan doen. En wat je er tegen kunt doen, of wat tips om ermee om te gaan. Goed, niet alle narcisten zijn. Erg en wat is erg? Denk je dan? Ja, narcisme ligt op een spectrum en je hebt verschillende soorten narcisten. Er zijn een aantal aanzienlijke variaties in hoe de narcist zich presenteert en de ernst van de symptomen. Maar als je vermoedt dat de grootmoeder van je kinderen een narcist is, is de kans groot dat zij um, he ze heeft heel veel sterke, controlerende en manipulatieve neigingen. Ze is goed in het drukken van de knoppen voor het veroorzaken van drama. Neemt nooit verantwoordelijkheid voor eventuele daden of wandaden. Ze heeft woedeproblemen. Dat is ook wel de narcistische woede. Bekend onder de narcistische woede. En mogelijk, sommige grootmoeders hebben of in het verleden vaak een. Drugs, alcohol of andere verslavingsproblemen. Misschien zelfs geldverslaving, koopverslaving. Ze speelt vaak het slachtoffer om sympathie en steun te winnen. En is niet in staat je grenzen te respecteren. Ze heeft ook een manier om kwetsend te zijn zonder dat het duidelijk is. Ze heeft ook al vele malen, en dat herken je misschien uit je jeugd als je de dochter of zoon bent van deze grootmoeder. De stiltebehandeling gegeven. En die stiltebehandeling is dat zij die dodelijke stiltes waarbij de narcist je compleet negeert of kortaf is en niet zegt wat het probleem is. En dan ga jij om, om voor een opluchting voor jezelf uh, te krijgen, ga jij schuld bekennen voor iets wat je niet hebt gedaan. En de narcistische grootmoeder stelt ook haar behoefte altijd boven die andere. Je denkt misschien, dit gedrag is niet oké, okay, maar het is niet per se schadelijk voor de kinderen. Het gaat in je hoofd misschien meer om het feit dat volwassenen niet met elkaar overweg kunnen. In eerste instantie lijkt dat misschien zo, maar het feit dat het niet meteen duidelijk is, betekent niet dat het onschadelijk is. Laten we eens nader bespreken of kijken naar wat specifieke manieren waarop een narcistische. Grootmoeder of een andere cluster B persoonlijkheid je kinderen kan beschadigen, misbruiken of pijn doen. Nummer 1 is ze zijn ontzettend passief-agressief. Als de kleinkinderen nog klein zijn of nog jong zijn, lijkt de grootmoeder misschien de beste oma ooit. Attent, genereus en zorgzaam. Maar naarmate ze ouder worden en hun individualiteit beginnen te laten ontwikkelen of gelden of ze worden authentieker, zal de grootmoeder afstandelijker worden en ook straffender worden. Afhankelijk van de mate waarin de kleinkinderen afwijken van haar idee van wat ze zouden moeten zijn en van haar specifieke vorm van narcisme. Ze zal dit op een openlijke manier dien, uh, doen of verborgen doen. En vaak zie je dat de narcistische oma in het bijzijn van wat kennen ze een ander masker op heeft. En als deze mensen weg zijn, dan wordt het een soort heks. Als ze een verborgen narcist is, zal ze haar woede dus passief-agressief laten zien of laten blijken. En het kan zijn dat ze het kleinkind soms een lange tijd vermijdt, of de kleinkinderen. Dan geeft ze ook heel vaak kritiek. Of ze zal ze op een ongunstige wijze vergelijken met andere kinderen, of kleinkinderen, of neefjes of nichtjes. Als ze een openlijke narcist is, zal ze woede uitbarstingen krijgen. Let wel op dat narcisten heel zelden hun ware gezicht in het openbaar laten zien. Dus de woede uitbarstingen zullen dus achter gesloten deuren plaatsvinden. Zo kan ze toch het imago van een. Perfecte grootmoeder behouden. Hoe schadelijk is dit voor het mentale welzijn van je kinderen? Uit onderzoek blijkt dat kinderen die vaak worden blootgesteld aan woedeuitbarstingen zelf agressiever en depressiever worden. Woede kan het vermogen van een kind om zich aan te passen aan de wereld namelijk ondermijnen. Nummer 2 is kleinkinderen worden gebruikt als narcistische voeding. Kinderen zijn natuurlijk lief. Onschuldig en gemakkelijk te misleiden. Ze kunnen het concept van dubbelhartigheid nog niet doorgronden. Daarom zijn kinderen een gemakkelijk doelwit voor een narcist. Bovendien houden kinderen doorgaans van hun grootouders. Het is niet ongebruikelijk dat een kind een speciale band ontwikkelt met een van de grootouders. Een band die leven en dood overstijgt. Zelfs als de grootouders manipulatief, beledigend, controlerend zijn, dan blijven de kleinkinderen nog steeds heel erg dol op hen. Dat maakt ze tot de perfecte bron van narcistische voeding. Narcistische voeding is de enorme behoefte en vaak tijdelijke behoefte, of tenminste dat wordt tijdelijk vervuld van de narcist. Voor aandacht en bewondering. Zolang de kleinkinderen de grootmoeder op een voetstuk plaatsen, houdt ze van de kleinkinderen. Maar als de kleinkinderen niet langer haar gehoorzame engeltjes zijn, dan trekt de grootmoeder haar genegenheid in. De liefde van een narcistische grootmoeder voor haar kleinkinderen is altijd zelfzuchtig. Het is egoïstisch. Narcistische grootmoeder zal alleen tijd met haar kleinkinder, kleinkinderen doorbrengen als het haar narcistische behoeften vervult. Vroeg of laat zullen je kinderen beseffen dat ze slechts een verlengstuk of een accessoire zijn voor het enorme ego van oma. Hoe denk je dat ze zich hierdoor zullen voelen? Nummer drie is, ze kiezen ook vaak hun favorieten. En natuurlijk. In gezinnen of families kan elke grootmoeder of oma een favoriet kleinkind hebben. Maar het verschil is dat deze oma niet uit is op macht en controle. Ze verwennen het kind misschien wat extra, noem maar op. Maar wat overigens natuurlijk ook uh, niet goed is. Dus je moet zorgen voor een balans. Maar bij de narcistische grootmoeder gaat het om macht en controle. Trouw moet je zijn aan haar aard. En een kind kiest ze als haar gouden prins of gouden prinses. Ze zal proberen al haar grootste zelfmisleidende ambities op een kind te projecteren... ...waardoor hij of zij een spiegel wordt van haar grootheid. Dit kan ervoor zorgen dat kinderen conflicten krijgen... ...of veroorzaken tussen broers en zussen en neven en nichten... En de kinderen die tot zonnebok zijn gemaakt. het gevoel geven dat ze niet goed genoeg zijn. om de liefde van oma te krijgen. of dat waar te zijn. en onnodige druk uitoefenen. op het gouden kind. om aan de hoge verwachtingen van de narcist te voldoen. Nummer vier is ze zijn verbaal heel beledigend. Verbaal geweld komt in vele vormen voor. Het kan net zo. Voor de hand liggend zijn als schreeuwen, schelden of misschien plagen, maar het kan ook subtieler, bijna sublimaal zijn. Narcistische persoonlijkheden gedijen namelijk in het neerhalen van mensen om zichzelf vervolgens te verheffen. Helaas vormen kleinkinderen geen uitzondering. Aanhoudend verbaal geweld is uiterst schadelijk voor het zelfvertrouwen, het welzijn. En de ontwikkeling van een kind. Een narcistische grootmoeder registreert verbale beledigingen of grappen misschien niet als misbruik, maar dat is het wel. En het ondermijnt het zelfrespect van je kind. Nummer 5 is fysiek mishandelen, en fysieke mishandeling omvat natuurlijk slaan. Knijpen, duwen, met het kind een beetje gooien of met voorwerpen gooien en andere vormen van fysieke intimidatie. Een narcistische grootmoeder kan je kinderen blootstellen aan fysiek geweld. Vooral tijdens episode van hun narcistische woede. En de meeste narcisten geven echter de voorkeur aan natuurlijk. De subtielere vormen van misbruik. Maar vergeet niet dat dit wel kan voorkomen, want narcisten die ouder worden. Worden alleen erger. Ouder wordende narcisten worden ongeduldiger, agressiever. En het masker valt sneller af. Dus ik heb daar ook een podcast over gemaakt, interessant om naar te luisteren. Ja, en fysiek geweld zorgt natuurlijk aan. Of dat heeft aangetoond getoond, dat. Fysieke discipline niet alleen ineffectief, is, maar ook enorme emotionele en psychologische schade veroorzaakt. Kijk, af en toe een corrigerende tik. Daar ja, dat kun je lang over discussiëren, maar laat ik in ieder geval zo stellen: bij narcistische grootmoeders kan dit vaker voorkomen. Dus dan wordt het een patroon en dan wordt het, is het geen corrigerende tik meer. Nummer zes is. Andere mensen slecht behandelen in het bijzijn van je kinderen. En dit klinkt nu je misschien ontzettend bekend in, je, in de oren. En dit heb je misschien zelf meegemaakt als kind bij deze grootmoeder of je moeder, die nu grootmoeder is geworden. Narcisten behandelen mensen over het algemeen natuurlijk nooit goed. Er zullen enkele uitzonderingen zijn op deze regels. Ze zullen bijvoorbeeld dol zijn op hun vliegende apen, de flying monkeys. Maar voor een narcist zijn de meeste mensen. Objecten. Alles is transactioneel. Ze staan ofwel aan hun kant, dus dan verdienen ze de aandacht. En als je tegen ze ingaat, dan word je afgewezen. Want je bent dan niet loyaal aan de narcist. En als je denkt van, nou goh, ik ga even op bezoek bij oma met de kleinkinderen. Je hebt misschien al het contact verminderd. Je belt misschien minder naar je moeder. Je komt minder vaak op bezoek. Je hebt uh, je ziel op een bepaalde manier afgesloten. Je praat alleen nog maar over koetjes en kalfjes. Maar dan heb je soms momenten dat deze oma of je moeder jou belt of een kaartje stuurt: en zegt: Ik hou van je of ik mis je. Wanneer ik kom je bezoek? En dan op een ander moment speelt het slachtoffer. En dan ben je de gemene dochter of gemene zoon, en je deugt niet, en noem maar op. En je weet of je herkent dit patroon, en toch kies je ervoor om: ja, en soms is het, zijn het culturele dingen dat je toch op bezoek gaat, omdat dat verwacht wordt. De norm is dat je op bezoek gaat bij je moeder of contact hebt met je moeder en het contact niet verbreekt. In sommige culturen is dat moeilijker. En dat kan ik ook heel goed begrijpen. Maar, maar het blijft erg, want narcisten die zullen dus in het bijzijn van jouw kinderen... ...andere kleineren, slecht praten over iemand, noem maar op, roddelen over iemand... ...je vergelijken, passief-agressief zijn. Het lijkt misschien in je ogen niet zo erg, maar dat is het wel. Kinderen kopiëren het gedrag namelijk van volwassenen... Als ze zien dat hun oma onbeleefd is, onaangenaam is of niet attent is tegenover andere mensen, zullen ze leren dat dit gedrag oké okay is. Dat dit gedrag wordt dat dit normaal is. Dan gaan ze dit internaliseren, normaliseren en dan gaan ze dit kopiëren. Nummer 7 is: ze manipuleren en liegen tegen hun kleinkinderen. Een narcistische grootmoeder beschouwt haar kleinkinderen in wezen niet als individuen. Met een autonoom, authentiek karakter, maar als verlengstukken van zichzelf. Ook oma's doen dit. Dus als ze allerlei manipulaties gebruiken om ze tot de perfecte kleine marionetten te kneden, die, ze, die dan vervolgens zal doen wat oma wil. Als ze deze vrije loop krijgt, zal ze hun ware identiteit namelijk uitdoven. Je kind wordt niet autonoom. Ze leren hun gevoelens te begraven en hun zelfrespect baseren op hoe goed ze anderen kunnen plezieren. Nummer 8 is, de oma verdwijnt. En de relaties met narcisten zijn natuurlijk uiterst kwetsbaar, maar vooral met mensen die hen kennen zoals ze werkelijk zijn. Dus jij weet hoe je moeder is. En dan verdwijnt ze af en toe. En dat gebeurde vroeger ook in je jeugd. Dus bijvoorbeeld als je iets verkeerds hebt gedaan in de ogen van deze oma, dan wordt ze natuurlijk boos op jou of op je partner of op jullie allebei. En ze zal je dan straffen door je af te sluiten. En dat, dus, dat geldt dus ook voor jouw kinderen, haar eigen kleinkinderen. Of ze heeft het hartstikke druk. Ze kan ooit bij je komen, op bezoek komen, of ze geeft jou, kinderen, van die onnozelijke cadeautjes vaak. En heel vaak hè, liefdevolle oma's die geen narcistische persoonlijkheidsstoornis hebben, die zijn wat attenter natuurlijk in het uitzoeken van een cadeau, die hebben daar veel meer aandacht voor, maar de narcistische oma heeft daar geen tijd voor. Dat is te veel werk ze trekt, trekt ook, net zoals alle narcisten overigens, gewoon cadeau van een plank ergens af of een tweedehands cadeautje. Of ze geeft iets wat, er, wat ze nog in de kast heeft liggen. Oudes, oude snoep, oude uh, of bedorven fruit of bedorven eten. Of noem maar op, dingen die over de datum zijn, die worden dan voorgeschoteld aan je kleine kinderen. Ja, misschien herken je dit. Dan denk je van, goh, hoe kan dat nou? Maar dat gebeurt echt, lieve mensen, het gebeurt echt. Dat narcistische oma's... Uh, Snoep geef, uh, snoep geef die over de datum is. Of eet dat bedorven is. En, en dan nog met een glimlach zeggen. Kijk eens hoe lief oma is. Je ja, kan je misschien niet voorstellen. Maar het gebeurt echt. Maar goed. Ik was gebleven bij dat deze oma dan verdwijnt. Jullie afsluiten, Geen contact heeft. Al je berichten worden genegeerd. Kleinkinderen tegenwoordig. Op een bepaalde leeftijd hebben ze ook een telefoon. Social media. Whatsapp. En dan wordt er niet meer geappt. Worden ze ook geblokkeerd. Uh, of noem maar op. Of er wordt... Geroddeld over jullie als ouders, zijnde naar de kleinkinderen toe. En dan hebben ze stiekem contact met hun kleinkinderen. en wordt er over jullie als ouders geroddeld. Maar goed, wat ik wil zeggen is dat als kleinkinderen eraan gewend zijn om hun oma constant te zien. en ze dan plotseling uit hun leven verdwijnt, zullen ze zich heel gekwetst voelen en verward voelen. Ze zullen moeite hebben om te begrijpen hoe iemand die van hen houdt, hen plotseling. Niet meer wil zien. En dat komt omdat ze één simpele waarheid nog niet kenden. En dat is narcisten houden niet of nooit echt van iemand. Nummer 9 is bewondering en gehoorzaamheid eisen. Een narcistische grootmoeder ziet zichzelf als de koningin. En alle anderen als haar loyale dienaar. Dat geldt vooral voor haar kinderen. Al zijn de kleinkinderen. Er niet veel beter aan toe. Zolang iedereen zich gedraagt zoals het hoort, is zij tevreden. En dit zorgt ervoor dat een kind het gevoel krijgt dat hij of zij geen zelfexpressie mag hebben. Ze leren dat het gehoorzame aapje. liefde, lof, geschenken. Enzovoort oplevert. Maar als ze een andere mening durven te geven of de grootmoeder ongehoorzaam zijn, worden ze onmiddellijk gedevalueerd en dan vervolgt de afdankfase. Ja, ook bij, bij kleinkinderen. En dit soort dynamieken kan ervoor zorgen dat je kinderen een laag zelfbeeld, angst hebben om zich uit te spreken en een gemarginaliseerd zelfgevoel ontwikkelen. Kortom, schuldgevoelens, het slachtoffer spelen en passieve agressie zijn veel voorkomende narcistische gedragingen. Als de narcist je grootmoeder is, kunnen vakanties en familiebijeenkomsten eerder stressvol en frustrerend dan plezierig zijn. Het is belangrijk om te bepalen hoe je het gedrag van een narcistische grootmoeder, hoe je daarmee moet omgaan om het welzijn van je gezin te behouden. En nummer tien is, ze is heel snel beledigd. Narcistische grootouders hebben ook de neiging om dingen te persoonlijk op te vatten. Ze kunnen het bijvoorbeeld heel vervelend vinden als iemand hun telefoontjes niet beantwoordt, een bedankbriefje voor hun geschenk stuurt of erover nadenkt om met hem of haar te overleggen voordat hij een belangrijke beslissing in zijn of haar leven neemt. En dit zijn allemaal klassieke voorbeelden van de soort. Uh, Overgevoeligheid die vaker voorkomen bij vrouwen met een narcistische persoonlijkheid. Nummer 11 is niets wat ze je geeft is ooit echt, tussen haakjes, gratis. Het is transactioneel. Zelfs als een narcist genereus is met zijn of haar tijd, geld of haar hulp, zijn er bijna altijd verplichtingen of verborgen, tussen haakjes, schulden aan deze gunsten verbonden. Wat ze in ruil daarvoor verwachten, varieert afhankelijk van de persoon, maar kan ook tijd, waardering en dankbaarheid omvatten, of gewoon een algemene schuldbekentenis waar ze later gebruik van kunnen maken. Dit weerspiegelt de narcistische neiging om transactionele relaties te hebben waarin gunsten en schulden nauwgezet worden verantwoord. Nummer 12 is ze geeft veel om wat andere mensen denken. Mensen met een narcistische persoonlijkheidsstoornis hebben de neiging zich veel zorgen te maken over status, reputatie en wat andere mensen van hen denken. Zelfs als ze doen alsof dat niet zo is. Vrouwelijke narcisten zijn niet anders en zullen vaak veel moeite doen om een bepaald imago hoog te houden. Als je grootmoeder een narcist is, Merk je misschien dat ze vaak over andere mensen roddelt of dat ze zich concentreert op hoe ze door bepaalde mensen wordt gezien? Vooral door mensen met een hoge status. Nummer 13 is: ze speelt graag de slachtofferkaart. Narcisten hebben de neiging zeer competitief te zijn en zullen allerlei vuile vieze trucjes Gebruiken als ze het gevoel hebben dat ze een gevecht, debat of competitie tussen haakjes in hun ogen verliezen. Een van de favoriete trucs van vrouwelijke narcisten is het spelen van het slachtoffer. Vooral als ze in het nauw worden gedreven, huilen ze vaak of zelfspot kan bijvoorbeeld een tactiek zijn om ervoor te zorgen dat familieleden haar tijdens een ruzie verzachten of medelijden met haar krijgen. Nummer 14 is, ze geeft haar fouten nooit toe. Een narcistische grootmoeder zal vaak manieren vinden om te voorkomen dat ze ongelijk heeft of fouten toegeeft. Ze kan andere familieleden of externe omstandigheden de schuld geven van haar fouten of ze negeert ze gewoon volledig. Ze zegt misschien iets als: het is maar, het is de schuld van. Die of die, want, zus of zus of zo. Ze zal altijd schuld verschuiven, blame shiften, in plaats van oprechte verontschuldigingen aan te bieden. Voor narcisten veroorzaken fouten vaak persoonlijke onzekerheden en een narcistische verwonding. Daarom is het zo moeilijk voor hen om hun tekortkomingen onder ogen te zien. Nummer 15 is ze is competitief en jaloers op anderen. Narcisten zijn doorgaans zeer jaloers en competitief. En dit geldt voor zowel mannen als vrouwelijke narcisten. Een grootmoeder-narcist of de oma met een narcistische persoonlijkheidstoornis kan het moeilijk vinden om te horen. Over de prestaties en successen van anderen, zelfs over mensen in haar of binnen haar familie, omdat ze zichzelf en haar prestaties voortdurend vergelijkt met de mensen om haar heen, om haar lage zelfbeeld te vergroten. En ze kan dus heel jaloers en competitief worden in situaties die niets met haar te maken hebben. Ja, natuurlijk zijn dit. Er veel individuele factoren die van invloed kunnen zijn op de manier waarop narcisme wordt geuit. Er zijn ook eindeloze variaties in de kenmerken van de narcist. De details kunnen afhangen van de ernst van de, narcistische pers van de persoon die een narcistische persoonlijkheidsstoornis heeft of narcistisch gedrag vertoont. En deze veel voorkomende kenmerken worden gecategoriseerd onder de overkoepelende term narcistisch misbruik. En Onder narcistisch misbruik binnen gezinnen wordt er, vindt vaak emotioneel misbruik of verwaarlozing plaats. Veel kinderen van narcistische ouders hebben emotioneel misbruik en/of verwaarlozing ervaren door hun narcistische moeder of narcistische grootmoeder. Gaslighting is een andere tactiek of een vorm van psychologisch misbruik die optreedt of wordt gebruikt door narcisten wanneer een narcist opzettelijk de waarheid verdraait om iemand te laten twijfelen en zijn perceptie van de werkelijkheid in twijfel begint te trekken. Ze hebben ook altijd favorieten, dat heb ik al eerder aangegeven. Ze hebben een gouden kind, vaak de golden child of de golden prince of de golden princess en de zondebok. En een narcistische grootmoeder kan ook iemand hebben, vaak een kind of kleinkind als zondebok of probleem. Probleemkind gebruiken. aan wie ze vaak de schuld geven. van alle problemen binnen het gezin. of ze behandelen een lid van de familie misschien als een gouden kind. dat niets verkeerds kan doen. en maken duidelijk dat ze dus favorieten hebben. Narcissische grootmoeders zijn ook pathologische leugenaars. Ze zijn vaak heel goed in het verzinnen van verhalen over zichzelf. en dit doen ze vaak om aandacht, aandacht lof. of bevestiging te krijgen. En dan zie je heel vaak dat ze ook voor drama en conflict zorgen of dat veroorzaken. Sommige narcistische grootmoeders hebben de neiging om drama te creëren, vaak onnodig, en conflicten in het gezin aan te wakkeren. Ze planten heel vaak, soms al uh, ver van tevoren, een zaadje. Mogelijk doen ze dit als een poging om kansen te creëren, om als de held te fungeren om familiebanden te destabiliseren. Nou, dan hebben we natuurlijk ook de narcistische enablers, en dat zijn de, vaak de flying monkeys, um, maar dat hoeft niet. kan natuurlijk ook de partner zijn van deze narcistische oma, maar pathologische narcisten vertrouwen vaak op narcistische enablers, en die hun eigenlijk indekken, een hand boven hun hoofd houden. Ze worden beschermd. Ze geven hun ego een boost. Of ze doen vaak andere dingen die helpen om te kunnen blijven functioneren eh, als narcist. En de behoefte van de narcist bevredigt. Ja, hoe ga je dus om met narcistische grootmoeders? Als je een narcistische grootmoeder hebt. Of je bent kleinkind van een narcistische oma. Of je bent de zoon of dochter van een narcistische moeder, dan weet je hoe moeilijk en frustrerend het, het kan zijn om met een narcist om te gaan. Hun manipulatie-tactieken, egocentrisme en weigering om verantwoordelijk te worden gehouden voor hun daden kunnen resulteren in opgekropte gevoelens van wrok. Hoewel er niet één tussen haakjes juiste manier bestaat om dit aan te pakken, zijn er wel enkele algemene tips en strategieën die je kunt gebruiken, helpen, die negatieve gevolgen hebben voor de geestelijke gezondheid. Dat deze tips misschien je kunnen helpen om ervoor te zorgen dat je op een wat betere manier kunt omgaan met een narcistische grootmoeder. Natuurlijk is altijd het uitgangspunt, vaak zeg ik dat contact verbreken, maar dat is niet altijd zo even makkelijk. Goed, het is natuurlijk heel belangrijk dat je jezelf goed informeert over narcisme, narcistische persoonlijkheidsstoornis of welke andere vorm van giftige gedraging of kenmerkingen die iemand heeft. En dit kan er namelijk voor zorgen dat je zo een aha-moment krijgt en denkt van, hey. Wacht even. Je kunt deze ervaring een naam en verklaring geven, en het geeft je daardoor ook kracht door, bijvoorbeeld vaak op het begin veel te lezen en te leren over narcisme, hoe narcisme relaties beïnvloedt, tactieken die door narcisten worden gebruikt en onderliggende oorzaken van narcistische persoonlijkheidstoornis. Het is heel belangrijk om grenzen te stellen, en dit zijn, dit is een hele belangrijke tip, want je moet uh, grenzen stellen en afstand nemen. Want het stellen van gezonde grenzen en het terugtrekken is vaak noodzakelijk. Vooral bij narcisten die giftig, manipulatief of beledigend zijn. Dit kan betekenen dat je je grootmoeder of je moeder slechts af en toe ziet en ermee praat, dat je niet bij haar blijft. Als je op bezoek bent, of dat je leert hoe je nee moet zeggen. als ze zich in je leven mengt. Want ze mengen, je, ze mengen zich heel erg in je leven. Trap vervolgens ook niet in hun trucjes. Een groot onderdeel van het stellen van grenzen is een intern proces waarbij wordt besloten waar we ons zorgen over moeten maken, waar we ons schuldig over moeten voelen of waar we medelijden mee moeten hebben. Geef niet toe aan gevoelens van twijfel aan jezelf als je je slecht begint te voelen over iets dat bijvoorbeeld je grootmoeder of moeder heeft gezegd of gedaan. Zoek een balans tussen geven en nemen. Narcisten beschouwen relaties zelfs familiale vaak als transactioneel. En denk goed na over hoeveel je aan hun narcistische hoeveel aandacht je aan je narcistische grootmoeder of moeder geeft. Dat wil zeggen tijd, aandacht, waar je het over hebt, onderwerpen en noem maar op. Om te voorkomen dat je namelijk te veel geeft. Houd er rekening mee dat je hun vrijgevigheid niet elke keer accepteert als deze wordt aangeboden, zoals cadeautjes, noem maar op. Omdat er meestal namelijk een verwachting aan hun geschenken is. Er is altijd iets aan verbonden. Nogmaals, het is allemaal transactioneel. Houd bezoeken ook kort en krachtig om conflicten te voorkomen. Blijf erbij. Dus als je bezoek gaat met je kinderen... Oh, hè, laat vooral niet babysitten op de kinderen... of oppassen op de kinderen al helemaal niet. Maar zoals ik al zei... Plan alleen bijvoorbeeld bezoeken tijdens schoolvakanties of uh, he, de, niet elke week op een bepaalde dag. He, dat hoeft niet zelf niet eens. Ik kan, het hoeft niet eens één keer per week of één keer per maand. Het kan zelfs één keer per, per zoveel maanden zijn of alleen tijdens vakanties. Houd ook onderwerpen neutraal. Plan de activiteiten niet samen, want dat zal altijd een, voor een uh, drama veroorzaken. Als we bijvoorbeeld ideeën hebben, dan kun je misschien dat wel. Meenemen in je beslissing over wat jullie gaan doen of zo. Maar uh, zorg ervoor dat, uh, het, het, dat de activiteiten plezierig zijn zonder dat er dan drama komt, wat moeilijk genoeg is. En natuurlijk is professionele hulp soms noodzakelijk. De ervaring van iedereen met een narcistische grootmoeder of oma zal. Anders zijn afhankelijk van natuurlijk de persoon, de relatiedynamiek, hoe ernstig de narcistische persoonlijkheidsstoornis is en hoeveel tijd ze samen hebben doorgebracht. M mensen met nauwere banden of ontmoetingen met een hoog niveau narcist, laat ik het zo stellen, hebben vaak meer steun nodig. Vooral wanneer de relatie hen of andere familieleden negatief heeft beïnvloed. Soms omvat het genezingsproces van een persoon het zoeken naar professionele hulp van een hulpverlener of therapeut, vooral als hij of zij probeert te herstellen van narcistisch misbruik. Een therapeut die gespecialiseerd is in de narcistische persoonlijkheidsstoornis en een op trauma gebaseerde aanpak hanteert, past. Goed bij iemand die slachtoffer is of overlevende is van narcistisch misbruik. Als je een narcistische grootmoeder, oma of je moeder narcistisch is, heb je waarschijnlijk of ben je waarschijnlijk persoonlijk getuige geweest van haar onderliggende egocentrisme, behoeftigheid en manipulatieve neigingen, afhankelijk van hoeveel je met haar omgaat. Kun je er baat bij hebben om meer te leren over narcisme en vaardigheden om je te helpen met haar gedrag om te gaan. Als interacties met een narcist littekens heeft achtergelaten, dan kun je het beste overwegen om een therapeut te zoeken die je kan helpen je trauma te verwerken. Wat je ook doet, of je het contact verbreekt of niet verbreekt of laag contact houdt, wat je ook kiest, onthoudt. Onderschat nooit het vermogen van een narcist om grote schade aan te richten in de levens van de mensen om hen heen. Ze gedijen in chaos. Ze hebben chaos nodig. Zorg ervoor dat je je kinderen tegen die chaos beschermt. En dat is de podcast van vandaag. Daar wilde ik het vandaag over hebben. Ik hoop dat het een interessant onderwerp is geweest voor vandaag, lieve mensen. Als dat zo is, laat je comments achter in de commentbox. Via het YouTube-kanaal Wie is de Narcist? Like deze video, dat stel ik altijd zeer op prijs. En dat is ook heel goed voor het algoritme. En abonneer je ook op het uh, kanaal Deel, het kanaal van mijn YouTube-kanaal. Dat stel ik natuurlijk ook altijd zeer op prijs. En ik ben alweer bezig om bepaalde e-mails te beantwoorden. Dat doe ik en dat lukt. Uh, met een bepaalde vertraging soms, maar dat heeft te maken met wat persoonlijke omstandigheden. Maar goed. Bedankt voor het luisteren voor vandaag lieve mensen en tot de volgende.